Ja, dames en heren, dit ding valt net om. Het is zover, de kogel is door de kerk. Logitech is fused met GamersNet. Nou, niet echt fused, maar ze hebben ons eindelijk stuff opgestuurd. Te beginnen met de G203 Prodigy Gaming Muis. En niet alleen gaan we deze nu unboxen, niet alleen gaan we een uitgebreid review in GamersNet kieren met een geschreven review, maar we geven hem ook weg, want ze hebben er niet één, maar ze sturen er gewoon nog een tweede bij op. Dus deze gaat getest worden, deze gaat weggegeven worden. En kijk even mee tot het eind van de video, dan vertel ik... Vertel ik precies hoe je dat ding kan winnen. Dat is, dat is belangrijk. Dus je kunt ook skippen na het eind van de video, maar dan ben je gewoon een lul. Dus zullen we gewoon even door doorheen zitten? Het gaat niet lang duren. Trust me, we proberen het een beetje bombastisch en snappy te houden. Without code, laten we het ding unboxen. Ik heb wel even een mesje erbij gepakt, want ik zag dus dat dit niet van die mooie uh, lijnen erop heeft. Dat je dat zeg maar makkelijker af kan jenken. Maar zodoende gaat het wel al vrij makkelijk. Uh, Mandje unboxings gaan altijd een beetje rommelig, dus ja, dat heb je dan wel. Maar ik denk dat deze niet overdreven moeilijk wordt, want het is namelijk. Al gedaan. Ik heb wel het idee dat hij een beetje onderste bovenin zat. Kan aan mij liggen, maar het komt er gewoon op neer dat hij zo op het Eruit vliegt en dan heb je hier de muis. En we zullen hem straks ook nog even aansluiten, zodat je precies ziet hoe die is met de 16,8 miljoen kleuren die erin zitten. Maar verder is dit de muis, USB 2.0 kabeltje en uh, een boekje. Wat op zich ook wel. Niemand leest dit. Niemand, niemand leest die dingen. Het is een muis. Het is inplug en het werkt. Weet je wel. De 6000 dpi, al die kleurtjes. Spreekt voor zich. Software bij downloaden, je bent klaar. Uh, dus dat is letterlijk de kortste unboxing die ik ooit heb gedaan. Maar daarmee wel mooi even een aankondiging dat je de ding dus ook kan winnen. Uh, de, deze video staat twee keer live. Deze staat één keer live op game dat is onze website. Kijk er niet op, ga naar gamersnet.nl. Als je wel op GamersNet kijkt, weet dan ook dat de video ook op YouTube staat. Uh, wat je moet doen om kans te maken is gewoon heel simpel hieronder reageren waarom je wilt winnen, in het geval van GamersNet. En in het geval van YouTube is het heel simpel, like, comment en subscribe. Dus dan is het niet alleen een reactie achterlaten, maar ook deze video even liken en abonneren op ons kanaal. Want daar heb je zelf ook iets aan, want we hebben best wel toffe videocontent. Dus dat, dat soort dingen, dat zijn... Nou ja, anyway, kun je doen. Ik ga mijn laptop pakken, zodat ik hem aan kan sluiten. Alright, nou dus dit is hem. Ik heb, nou, mijn laptop staat hier, dus ik heb hem aangesloten. En nu zie je het, 16.8 miljoen kleuren. Zomaar op de Logitech G203 Prodigy gaming muis. Die overigens ook, hij, hij glijdt ook lekker. Uh, anyway, je kunt hem dus winnen, dus nogmaals, laat het even weten in de reactie. Welke kleur zou je gebruiken? Welke games zou je hem in gebruiken? Uh, dat zijn allerlei dingen die je ons kan vertellen, dan maak je automatisch kans. En nogmaals, guys op YouTube, ook even liken en abonneren, anders hebben wij er ook niks aan. Dus dat was het. Dit was Tom of Check even snel. We hebben ook nog een andere unboxing die eraan komt. Van bijvoorbeeld ook de G610 Orion Red. Ook van Logitech. En nog allerlei andere toffe video's. Gamersnet Gear. Allerlei reviews. Je kunt een keer de site kijken. De site is best wel interessant. We hebben ook nieuws en trailers en zo. Dus without verder ado. Dit was Tom of Gamersnet. Ik ga nu naar de kelder.